Ja, Patrick, het is voor jou een ontzettend drukke zomer geweest en geworden. Maar ik denk dat je een heel gelukkig man bent. Het is momenteel nog steeds een hele drukke zomer voor mij, maar ik ben heel gelukkig. Momenteel, al wat ik in handen neem, lukt zo'n beetje en dat is plezant voor mij, weet je. Dit is eigenlijk een soort hobby hier, Radio Mi Amigo. En elke week al die mensen bij elkaar zien, dat is fantastisch, hè. Het is het eerste jaar of het eerste seizoen dat jullie hier zitten in Moleculen en vechten. Waarom die verandering? We hebben dat vorig jaar dus gedaan aan onze studio in Moorsleden. Maar we hadden elke week klachten van de gebuurs dat we te veel lawaai maakten. Dus zijn we op zoek gaan naar een nieuwe locatie. We hadden die gevonden in Roeselare, maar een paar maanden geleden is die zaak failliet gegaan. En toen zaten we een beetje met de handen in het haar. Wat doen we nu? En toen heb ik gezegd tegen de mensen van Miami, ik heb een idee. Ik ga praten met de mensen van Moleculen. Ik denk dat die wel gaan openstaan voor zoiets. En toen ik er de eerste keer aankwam, zeiden ze, ja maar ja, ga je al die artiesten hier krijgen wat jij nu zegt? Ik denk het wel, ik vermoed het wel. En kijk, vandaar zijn we hier naartoe gekomen. Het is ook een leuke locatie, Moleculen. Veel mensen die sowieso komen. En kijk, het is gelukt, hè. Miami en Moleculen samen. Het was een ontzettend warme, zonnige namiddag. Ja, vandaag was wel de warmste van alle zes. Gisteren dachten we nog van, gaan we het buiten doen? Want we kunnen ook buiten het doen. Maar toen zeiden ze dat het vandaag zo bewolkt zijn, dat het maar zo 21 graden zijn. Toen dachten we, gaan het toch maar binnen houden. Maar het was net iets te warm binnen. Hè. Echt bevangen, hè. Maar goed. Vertel even, mensen die er niet bij waren, hoe het programmering erin zit. Je hebt zelf een aantal uren. De zondagmiddag ziet er als volgt uit. Tussen 11 en 2 doe ik samen met Rudy van Vlaanderen de aperitiefshow. Dat is een leuke warming-up naar de Club Mi Amigo die om 2 uur start. In de aperitiefshow proberen we elke week een paar gasten te krijgen met ons, praatgasten. En brengen wij muziek die niemand meer brengt. Zijn er van BZN, dat over de Cats, tot over de Marlets. Dat niemand meer wil spelen, maar toch veel mensen graag horen. En dan om 2 uur start die Club Mi Amigo. Dat is een variatie van artiesten en leuke muziek. Dat is Club Mi Amigo. En live gebracht door de artiesten op het podium uiteraard. Vandaag de laatste uitzending, jammer. Ja en nee. Ja, omdat het, als je dat allemaal bekijkt, dan zeg je, wauw, ik zou eigenlijk nog een week willen bijdoen. Maar er is zoveel werk aan, dat wil je niet onderschatten. Dat onderschatten, want er zoveel werk aan is om al die artiesten bij elkaar te krijgen op het juiste uur. Die promotie daarvoor, die planning. Dus ben ik echt... Het is allemaal live? Het is allemaal live. Ben echt, ja, het is live op de radio, hè. We kunnen niet knippen. Het moet. Het is zo van, backstage, is die artiest er al? Die is er nog niet. Nu gaan we eerst deze nemen, echt zo... Een heksending, een heksenketel achter de scherm, maar het is allemaal perfect verlopen vandaag en ik ben heel gelukkig. En we hebben mooi kunnen afsluiten, dus op naar de volgende Club Mi Amigo. Ik zeg niet dit jaar, we gaan wel zien wat we nog gaan doen. Bye-bye. Ja, vandaag met Hanni D, Nathalie Tané, Wim Lijns, Wim Soetaar, Eddy Walli, Luc Steno, Willy Sommers. Wie krijgt ze bij elkaar op 3 uur? Heel weinig krijgen die bij elkaar. Ik vind het ook fantastisch dat die mensen voor mij willen komen, ook voor Mi Amigo. Maar wij doen ook iets het hele jaar door. Voor hun wijspelers op de radio. En Mi Amigo is toch een tamelijk een zender die uitzendt over de hele provincie West-Vlaanderen. Ook deels Oost-Vlaanderen. Er zijn plannen om nationaal te gaan. Ik kan nog niet meer zeggen, maar ik hoop dat we tegen volgend jaar echt nationaal gaan. En ik weet dat een hart in de markt is aan de artiesten zitten te smeken. En nu spreek ik als manager. Ik weet... We hebben niemand meer die ons wil steunen. En Mi Amigo steunt ons. We zijn de enige die zo'n groot bezendbereik hebben, snap je? En we klappen weer de handjes. Iedereen super. Ja, iedereen. Oké. Valencia. Waar de zin de kappen doen. En ik bedoel je in de vorm.